Goedenavond, welkom bij Een Vrede Reeds Gewonnen. Deze avond voorzien van een... Kleine sigaar van de Canarische eilanden. Zitten we weer eens buiten. Het is zomer. De, de dagen lengen zich. We gaan naar de langste dag. 21 juni. En het is altijd fijn om... in de buitenlucht te zijn. Vitamine D op te doen. En eh, is te bekijken hoe de, hoe de terrassen zich vullen. Terrassen die... Nog steeds minder aantrekkelijk voor me zijn. Natuurlijk, met uh, uitzondering van uh, de Posthorn in Den Haag, uh, Michael. Dank je wel. En dan vraag ik aan de mensen om mij heen wel eens: van oké, okay, wat vind je nou belangrijk en interessant? En dan zie je dat mensen voor wie wij. Deze podcast maken en met wie we uh, plezier hebben in het leven. Dan heb ik het over de boerenstand. En dan heb ik het over de mensen die met spiritualiteit bezig zijn en met waarheidszoeking. Waarheidsvinding is een term die we veel gebruiken, maar waarheidszoeking zou ik hier aan willen halen. Een, een Bijbelse spreuk die ik ooit op een berg in Frankrijk tegenkwam. Die luidt als volgt: Koester de lankmoedigen, want zij zullen de aarde vererven. En voor hen die de rechtvaardigheid zoeken, zullen de poorten van de hemel geopend worden. Dus, waarheidszoeking om zo tot rechtvaardigheid te komen. lijkt me een betere term dan. Waarheidsvinding, wat voornamelijk een juridische term is. Ik vind mezelf vaak ook maar een matig jurist, omdat ik me tijdens mijn studie vooral boog over de rechtsfilosofie en de grondslagen van het recht. Waarbij veel mensen mij nu mailen over: wat zijn nou eigenlijk die grondslagen van het recht? De geldende wetten. Daar komen we zo op, omdat er een. Een vrij bijzondere wet is aangenomen in Duitsland. Die ziet op gentherapie en de genetische verandering van mensen. Dus in onze zoektocht proberen we met de mensen contact te houden. En de onderwerpen die hen na aan het hart liggen te spreken. En het afgelopen jaar heeft natuurlijk de COVID-19... Situatie zou ik het willen noemen. Het bleek geen pandemie te zijn. Het bleek uh, uitgeroepen te worden later tot een epidemie. Maar vooral werden er heel veel juridische maatregelen genomen. En toch zien mensen steeds meer en steeds liever een gesprek over de, de echte oorzaken en vooral ook de echte oplossingen voor het probleem waar we nu mee zitten. En de term een oorlog reeds verloren was, omdat we zien dat de mens zich ontbindt en onthecht van zichzelf, de ander en het geheel en de aarde. Zo was er laatst weer een, een krantenbericht wat weer pijn deed: namelijk een biomassacentrale mocht toch weer door. Dus we gaan af van fossiele brandstof, maar we gaan bomen kappen. Dat proberen we natuurlijk duurzaam te doen met een herplantingsagenda. En misschien als we het doorrekenen, dan wordt het, uh, dan wordt het ook een economisch model. Maar dan vergeten we natuurlijk iets belangrijks: namelijk dat bomen een ziel hebben en bewust zijn. Als je op dat niveau gaat praten, in uh, podcasts, maar ook in de media, of vaak op straat al met mensen, dan, uh, dan, dan doen mensen het een beetje raar af. Hè? De, de zus van Koningin Beatrix was een bomenknuffelaar, die werd als gek weggezet. Um, Terwijl als je het Koningshuis be bekritiseert, dan word jij ook weer als gek weggezet. Dus de mensen zijn wat beperkt in hoe ze de selectie maken. wanneer ze hun oordeel vellen over dat wat je met ze probeert te bespreken. En dat zien we nu ook in de algemene media, waar al gauw mensen die een ander geluid geven, een kritisch geluid, vaak ook een vreedzaam geluid, en juist dat vreedzame geluid wordt. Snoeihard aangepakt. Um, demonstraties over bepaalde onderwerpen. die mogen doorgang vinden, zelfs tot bij de Tweede Kamer, tot op het Binnenhof. Maar als je kritiek hebt over het overheidsbeleid. en je beroept op wetenschappelijke feiten. dan worden er waterkanonnen en ME-acties ingezet. Dat is natuurlijk een vrij opmerkelijke uh, discrepantie. Mensen die zeggen dus... Van, we vinden het, soms vinden we het leuk om even naar buiten te gaan... en even de occulte zaken te bespreken. De verhalen achter de verhalen. De zaken waardoor complotdenkers, complotdenkers genoemd worden. Het is immers ook het bureau voor occulte zaken en complotten. Een fout die mensen vaak maken is dat een complotdenker dat dat iemand is die iets onderzoekt wat niet waar is. De geschiedenis wijst echter uit dat complotdenkers mensen zijn die vaak de echte waarheid zoeken en vaak stuiten op belangenstructuren die overduidelijk in elkaar gestoken zijn om geldelijk gewin of soms zelfs om een duister gewin. En in die zoektocht stuitte ik iets op wat ik uh, uh, zelfs bij de mensen die veel weten over de occulte zaken nog verbazing in hun ogen weet te bewerkstelligen. Namelijk, dan stel ik de vraag: kent u de beweging het Raëlianisme? En dan zeggen ze nee, wat, 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 is, wat is het Raelianisme? En dan laat je hen het symbool zien van het Raelianisme. En dan slaan mensen stel achterover, want de Tweede Wereldoorlog staat hen nog vrij goed op het netvlies. En dan heeft het Raelianisme wel een heel bijzonder symbool. En dat hebben ze wat gestileerd na wat aanstoot. En daardoor is het veranderd, maar we zullen uh, het niet nalaten om het symbool toch te laten zien, omdat uh, ik hoop dat het uw denken prikkelt. Wat vooral interessant is, is dat de oude journalist van autoraces, Claude Vorillon, die het Raelianisme begonnen is, dat die heel heftig ingezet heeft op het klonen van mensen en dat er een bedrijf bestaat waarvan ik hoop dat u het nader zult onderzoeken na deze korte podcast, namelijk Clone Aid. En Clone Aid was het bedrijf dat claimde om als eerste succesvol een mens of gekloond te hebben en ze hebben deze mens Eve genoemd. Er wordt al jaren gezegd dat dit een hoax is, maar als we kijken naar de aandelenstructuur van het bedrijf Klooneet, dan is dat een bedrijf wat het toch vrij aardig doet. Dat is nou een van die complotgedachten. Hoe kan een bedrijf wat iets uit zijn duim zuigt, een vrij hoge aandeelhouderswaarde vertegenwoordigen? Stel dat het allemaal een luchtbel is en allemaal kwatsch of uh, een witwaspraktijk, dan is dat in ieder geval alweer een goed argument om te laten zien hoe succesvol mensen bepaalde aandelenstructuren kunnen gebruiken om uh, geld wit te wassen. Waarbij mij de belangrijke zin in het hoofd komt uit de film The Thomas Crown Affair, waarin de dame in kwestie aan Thomas Crown vraagt. Hoe groot ben jij eigenlijk als dief? En dan zegt hij: qua kunst erg amateuristisch, op Wall Street gigantisch. Het raëlianisme, wat ik even onder uw aandacht wilde brengen, en waar ik uh, verder op dit moment weinig over zal vertellen. Hoewel het mateloos fascinerend is. en ik van harte hoop dat u in de descriptions kijkt. om uzelf uh, uh, nader te verdiepen en te onderwijzen. vond ik het vooral relevant. om het Ryleanisme te gebruiken. als trampoline naar dat wat er nu gaande is. namelijk een vrij wezenlijke DNA-verandering. door vaccinatie. Het mRNA-vaccin maakt een DNA-wijziging. En over die DNA-wijziging is een bijzondere wet aangenomen in Duitsland. En dit is te vinden bij het Bundesministerium der Justiz und für Verbrauchersschutz. Hij is vertaald in het Engels. Ik zal hem enigszins naar het Nederlands brengen. Dit is een wet voor de preventie en de controle van infectieziektes in mensen. In het geval van proactieve vaccinatie, welke is opgelegd op basis van deze wet of openlijk aanbevolen door de hoogste staatsgezondheidsautoriteit of een vaccinatie volgens paragraaf 17a artikel artikel 17a paragraaf 2 van de soldatenwet mogen vaccins gebruikt worden die micro-organismen bevatten die naar buiten gebracht kunnen worden door gevaccineerden en opgenomen kunnen worden door andere mensen. Het basisrecht tot fysieke integriteit, artikel 2, paragraaf 2, clausule 1 van de basic law, noemt men het hier, is op dit punt derhalve beperkt. Dus de lichamelijke integriteit, het recht op lichamelijke integriteit, is hiermee beperkt. En deze wet is vrij recent aangenomen. En de genetische verandering die plaatsvindt, die is niet vreemd. En hoewel heel veel van onze kijkers, inclusief ikzelf, kritisch zijn op wat hier het afgelopen jaar, anderhalf jaar gebeurd is in de wereld op deze planeet geven de raelianen aan dat de mens überhaupt een product is van een genetische modificatie. Als we deze theorieën van de raelianen even terzijde leggen en als we even wat men in de wereld van de niet-complotdenkers, toch vaak de kwaliteitskrant het NRC Handelsblad 8. Als we dat erbij nemen en we kijken naar een belanghebbend artikel wat ik met veel plezier heb gelezen en wat ik, waarvan ik de link zal bijplaatsen. Um, of in ieder geval de titel zal bijplaatsen. Want ik geloof dat je niet meer zomaar een artikel kan lezen van NRC. En dat artikel had toen al mijn aandacht, en dat is ruim 16 jaar geleden. En dat artikel luidde waarom wij geen eieren meer leggen. Dat is natuurlijk iets heel raars aan de hand. We hebben in de wereld, vooral in uh, Nieuw-Zeeland, hebben we drie wezens, zoogdieren, die eieren leggen. Maar Wat blijkt nu? Het blijkt dat. Er een virus voor gezorgd heeft dat de eierschaal in het zoogdier vervangen werd door een placenta en een navelstreng. Daar is een virus voor verantwoordelijk. Dus als we in de termen van de eeuwigheid kijken, waarbij we dan moeten verwijzen misschien naar uh, de band Nerd's, No One Ever Really Dies. Als je dus kijkt naar de perspectieven in de eeuwigheid, ja dan maakt de dood van miljarden mensen misschien relatief weinig uit. Dat is dan geen kwestie meer van logica, biologie en wetenschap, maar een kwestie van verdriet, rouw en ethiek. En dat is ook wat ik veel hoor. Ik hoor veel angst en veel rouw in het land. En van de mensen om ons heen. Ik, ik, ik zie mensen die constateren dat het slecht gaat met hun dierbaren, omdat ze of verdrietig zijn, zelfmoordneigingen hebben, maar ook dat ze zich zorgen maken om dierbaren die geïnjecteerd zijn. Terecht. Het is heel terecht dat je je zorgen maakt over een dierbare als die zich heeft laten injecteren met een medisch experiment. Het is ook heel erg voor mensen als een dierbare verliezen, zoals in 2016 heel veel mensen een dierbare verloren... aan hele heftige longontstekingen die veroorzaakt werden toen volgens de media door de griep. In 2018 de gelijke aantallen op de intensive care die veroorzaakt werden door het H1N1-virus. Uh, 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 varianten van de vogelgriep welke onderzocht worden en waar... Biowapens eigenlijk meegemaakt zijn notabene in Rotterdam, het mij zo geliefde Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum, uitgebreid in het nieuws geweest dat men daar H10N5 uh, varianten van de vogelgriep uh, heeft ontwikkeld. Kijk, ik ga wat heen en weer hè, van van de hak op de tak, maar de de rode draad mogen duidelijk zijn. De rode draad gaat over het, het, de genetische blauwdruk van humanitas, de mensheid. En de concepten en de woorden die mensen gebruiken om te duiden de periode waarin wij zitten. Een van de elementen op de schildpad waar vijf elementen op staan... Dus de vier elementen van de aarde en het vijfde element van de, de overgang van de andere wereld naar deze wereld. En dus eigenlijk de, de liefde tussen man en vrouw, die voor de mensheid toch nog steeds de basis is van de geboorte van baby's. Dat zijn de vijf elementen op de schildpad. Een van die elementen is vuur. Vuur. We zitten vandaag bij het vuur. En... Um, Mensen zijn gefascineerd altijd door die vlammen. Mensen kijken graag in het vuur. Maar vuur is een verwoestend element. Als ik dit vuur ongecontroleerd heb, dan is het in staat om een enorme ravage aan te richten. Ook een ravage die ik niet wil. Zolang het een gecontroleerd vuur is, geeft het warmte. Het, het geeft troost. En het geeft voedsel voor de bomen die we verbranden. Dus we verbranden hier afgebroken takken. Ik ben een voorstander van het niet kappen van eiken. Maar het uh, in de gaten houden wanneer overlijdt er een eik of wanneer hangen er grote dode takken aan. En dan is het een, een grote eer om te snoeien. Dus dan snoeien we een eik en dan hebben, we, dan hebben we mooi hout. Daarmee ontstaat CO2, wat weer goed is voor de wieren in de zee en de bomen in de bossen. En zolang dat vuur gecontroleerd blijft, is het een, uh, een verwoesting, een vernietiging, die ook vruchtbaarheid teweeg brengt. Hè? Er ontstaat eigenlijk een nieuw element, aarde, as. De as die, die we hier hebben, die vormt een uitstekende basis voor de tomaten die ik graag kweek. Overigens, ik zeg altijd grond, stront en water. Voor de huistuin en keukentuin hier kippenstront gemengd met as van eiken. En dan veel water erbij en dan lekker roeren met je hand erin. En dan heb je zo'n grijze pap en dat proef je in je tomaten de goede manier. Afgelopen zondag voor het eerst geen uitzending, uh, want even wat minder kantoortijd, iets meer reflectietijd deze zomer. Sommige mensen ervaren het als een soort stilte voor de nieuwe storm. Boris Johnson zei het al: prepare. ...voor a winter of lockdowns in 2021. En dat is opmerkelijk als de maandregelen versoepeld worden: de terrassen opengaan, gevaccineerde mensen elkaar knuffelen uh, en te pas en te onpas. Ook zeggen: ja, maar ik ben gevaccineerd. Uh, zeggen, ja, ik, ik, ik heb me laten vaccineren, want ik wil toch graag reizen. Um, waarbij aan de logica voorbij gegaan wordt dat ze nog steeds niet mogen reizen zonder een, uh, een, een PCR-test. Dus ja, dan zitten we maar eens bij het vuur, zo in deze zomer. En overwegen we met u de genetische modificatie van de mensheid. Is het slecht of is het goed? Ja. Mijn ethiekprofessor die zei altijd: Het universum kan het werkelijk geen fluit schelen of de panda uitsterft of niet. Wij hebben de panda als teken van uh, het Wereld Natuurfonds. Een organisatie die allerlei reservaten heeft waar ook allerlei grondstoffen zich bevinden. Kan natuurlijk een toeval zijn. Het kan ook het beschermen van die grondstoffen zijn en van de aarde. Soms is daar misschien een harde hand voor nodig. Dus de belangrijkste opmerking, zowel voor de mensen die kritisch zijn op de opgelegde werkelijkheid, als de mensen die kritisch zijn op de mensen die kritisch zijn op de opgelegde werkelijkheid, zou ik toch vooral willen zeggen: de meesten van ons weten het gewoon niet. We voelen het wel. Ik voel het wel. Ik vermijd de terrassen momenteel. Ik denk dat heel veel van onze vaste kijkers wel weten wat ik daarmee bedoel. Waarom je die terrassen vermijdt. De geur van brandend hout is heel aangenaam. Bepaalde andere geuren zijn minder aangenaam. Mensen zoeken toch naar iets positiefs. Dat vind ik altijd lastig want ze zeggen van ja, je hebt altijd zulke zware verhalen. Maar ik zeg al, ik vind altijd juist dat die heel positief zijn. De verhalen die, die we vertellen. En nogmaals, kijk alsjeblieft in de descriptions. lees het NRC-artikel over waarom wij geen eieren meer leggen. En kijkt u ook naar die wet. Die in Duitsland zegt van ja, je mag mensen injecteren met iets wat andere mensen ook besmet. Het zijn nogal passages uit de geschiedenis van de mensheid. En ik zal proberen de komende weken een positieve draai te vinden. Is dat omdat ik minder kritisch ben? Hm. Ik denk dat... de beste manier... om angst, verdriet en zorgen te genezen... en vermijd alsjeblieft het woord bestrijden... de beste manier om angst en verdriet te genezen... Is toch door nederigheid en vriendelijkheid. En sommige mensen noemen het licht en liefde. Dus ik zou met u uh, willen proosten. Maar ik heb geen glas. Op een fijne zomer. Ik zou ook willen proosten op de magie, want ineens is er dan <laughs> een bekertje op een leven zonder zorgen. Heb elkaar lief. Houd de goede gedachten vast. Er zijn ons al heel veel mensen ontvallen, wiens ziel essentieel is voor het geheel. En mensen die zeer gemist worden. Ik proost op de afwezigen. En ik proost op alle mensen die nog met een vrije wil en in vrijheid geboren mogen worden. Dank voor uw aandacht.